Goedemiddag, welkom terug bij de livestream van Uitgast. Dit jaar organiseerde Uitgast voor het eerst een compositiewedstrijd. En iedereen die dat wilde, kon een compositie insturen. De spelregels waren als volgt. Het stuk moet duren tussen de 3 en de 5 minuten. Het thema is natuur in Flevoland. En je schrijft een stuk voor het professionele ensemble 9x13. En dat bestaat uit piccolo of fluit, altsaxofoon, mellofoon, soort hoorn, trompet, 2 keer trombone, baritonsaxofoon, helicon, soort tuba en 2 keer percussie. Ik geef nu graag het woord aan Michel de Jager, voorzitter van Uitgast. Dankjewel, Bijtske. Het is zonder de, ik ben van de arme tak. Beste kijkers thuis, beste kijkers achter de app of de iPhone en weet ik wat allemaal waar je kijkt naar de livestream. Inderdaad, zoals Bijtske al zei, Uitgast organiseert voor het eerst in haar 20e jubileumeditie een compositiewedstrijd. En we hebben dat gedaan op initiatief van een bestuurslid van Uitgast, Frank Bollebakker, die ons op het idee bracht om dit te doen, met name omdat hij hoopt dat er in de toekomst jonge mensen zich meer ook bij Uitgast gaan betrekken. En daarom vind ik het heel fijn om Frank Bollebakker nu het woord te kunnen geven, want hij gaat aankondigen wie de hoofdprijs heeft gewonnen. Frank. Ja, dankjewel, Michel. Uitgast, een compositiewedstrijd. En niet zomaar, want wat willen we als Uitgast uitdragen? We willen uitdragen dat er een verbinding is tussen muziek, cultuur en natuur. En dat is natuurlijk wat we hier in het Flevolandschap hebben. We hebben een prachtig natuurpark. En een hele mooie verbinding valt er te maken met dat natuur en muziek. En daar is natuurlijk een compositiewedstrijd zeer geschikt voor om componisten uit te dagen om nieuwe muziek te maken die niet eerder bestond, om dat te laten aansluiten bij die natuur en dan met name het specifieke Flevo natuurlandschap. Er is een winnaar uitgekomen en dat is Jochem Lecointre. Mag ik jou uitnodigen, Jochem? Ja, Jochem, even over jouw stuk. Wacht, we gaan zo naar je stuk. Je krijgt eerst nog de officiële uitreiking. Ja, Jochem, ik wil jou natuurlijk toch even toespreken over jouw compositie. En, eens even kijken, want je hebt de opdracht net gehoord. En natuur in Flevoland en specifiek voor het ensemble wat hier achter ons staat, 9x13. Jij schreef een stuk Vrije Natuur en bent daarmee als winnaar uit de bus gekomen. Ja. Wat jij zelf over dit stuk hebt gezegd is: Vrije Natuur vertelt over de discussie rondom de grote grazes en biodiversiteit van de Oostvaardersplassen. Welke rol de mens daarin speelt en wat natuur als begrip betekent. In algemene zin, in hoeverre bestaat er zoiets als vrije natuur? Het is een menselijke discussie die ingaat op het leed en welzijn van de dieren. Maar de dieren zelf komen in deze compositie ook aan bod. En daarmee heb je natuurlijk duidelijk voldaan aan het eerste deel van de opdracht. Maar wat vond de jury inhoudelijk van jouw compositie? De jury kwam tot haar keuze doordat je een aantal dingen uitstekend met elkaar bij elkaar wist te brengen. Met de variatie in je thema's weet je uitstekend de diversiteit van de natuur weer te geven, terwijl de verschillende delen op een knappe manier met elkaar verbonden zijn en toch één geheel vormen. Het stuk is goed geïnstrumenteerd en je weet een bijna symfonische klank te halen uit deze kleine en bijzondere bezetting. Met andere woorden, het is uitstekend op de mogelijkheden van dit professionele ensemble geschreven. Daarnaast is het ook nog eens erg leuk om te spelen voor de individu, maar ook voor het ensemble samen. Van harte proficiat. En als je een beetje een wedstrijd uitschrijft, hoort daar ook een klein prijsje bij. En bij deze is die voor jou.
van harte proficiat. Unboxed. Gefeliciteerd. We hebben iets gehoord al over je werk. Misschien kun je nog iets vertellen over het ontstaan van het werk. Hoe het werkproces ging voor jou. Nou, het is wel heel leuk dat ik dit soort oproepen voor composities nooit zelf vind. Dat krijg ik meestal doorgestuurd door mijn vriendin. Dus daar ben ik sowieso haar heel erg dankbaar voor. Daar begon het dus mee. Ik kreeg dat doorgestuurd en ik kreeg meteen al iets in mijn hoofd. Eigenlijk het begin wat jullie zullen horen van de fluit. En toen dacht ik van, ga ik dit in zo'n korte tijd kunnen doen? En gaat het lukken? Ga ik dat doen? En toen ging het toch verder het proces. En dat kwam eigenlijk vrij spontaan vanzelf. En de eindjes aan elkaar breien en dan vanzelf kwam het verder. Maar het heeft wel wat werk gekost. Maar ik vond het heel leuk om te doen. Het is natuurlijk niet een alledaagse bezetting waar je voor hebt geschreven. Hoe was dat voor jou? Nou, heel veel googlen. Dus Helicon en nu ben ik ook de naam van je. Het Mellofoon, zie je, zo slecht heet ik dat. maar het is gewoon heel leuk, want zeker ook saxofoons, maar ook deze klanken, dus die zijn zo nieuw, modern. Dus er zijn ook geen componisten die zeggen van, die het beter hebben per se. Dus je hebt niet zo heel veel mensen die op je schouder zitten, zeg maar. Dus dat scheelt ook. Maar het is gewoon een heel leuk ensemble en repetitie was ook hartstikke leuk. Dus super leuk om te horen. We gaan er gewoon naar luisteren, naar jouw stuk. Met de titel Vrije Natuur, met vrije tussen aanhalingstekens. Wordt dus gespeeld door Neo van Varen 9x13. Een werk van Jochem Lecointre. Thank you.
Vrije natuur van Jochem Lecointre, gespeeld door René van Varen 9x13. Wacht even, we moeten nog even, we willen eigenlijk iets anders mededelen met... Ik geef de microfoon aan jou. Ja, dat was natuurlijk een ontzettend een mooi stuk van Jochem. Maar er was ook nog een andere compositie die heel bijzonder was en die echt waar ons oog op is gevallen. Van Gijs van Dichelen, Deer. En ik vind het heel leuk om met 9x13 namens Uitgast een aanmoedigingsprijs te mogen overhandigen. Dus ik zou graag willen vragen aan Gijs, ik zie je in de verte staan, om even hier naartoe te komen. Dan kan ik je ook de prijs uitreiken. Oh, sorry. Ik haal hem even uit het folie, want het is nogal nat hier vandaag. Ik geef het even aan Joost. Gijs, namens 9x13, heel hartelijk dank voor jouw mooie compositie. Heel bijzonder. Ik hoop dat je verder gaat ermee. En dat we de volgende keer jouw stuk uit mogen voeren hier of een ander ensemble. Maar ontzettend goed gedaan. En veel plezier met de prijs. Dank je wel. Twee winnaars dus van de compositiewedstrijd. Ik wil tot slot graag zeggen dat om 3:15 dit ensemble dat je achter mij ziet een voorstelling geeft. Waarin het ensemble teruggaat naar de wortels in de wereld van de fanfare en de harmonie. 3:15 dus. En over een paar minuten zijn we hier terug met weer een ander optreden.